Ik ben Willy Houbrake, woonachtig in Bergijk. Ik heb een loonspuitbedrijf, een akkerbouwbedrijf. Wij telen aardappelen, bieten, waspen en mais. Wij telen consumptieaardappelen, de vroege teelt en de late teelt. En suikerbieten voor kozen. De aaltjes die hier voorkomen zijn Shitwoody, Patilene Penetrans en Tricadoris. De druk is hier vrij hoog omdat wij ruilen met veeboeren die vaak grasland en maisland in hun programma hebben. Aan de hand van bodemanalyses gaan wij in het voorjaar de aaltjesstrategie bepalen. Zouden we niks doen tegen de aaltjes, dan zie je in het veld slecht opkomende plekken, mindere plekken in het veld, slechtere beworteling van de aardappelen. En ook slechte kwaliteit van eventueel de afgeleverde aardappelen, meer aardappeltarra. Om de aaltjes te behandelen doen wij in het najaar na de mais roemenmesterzaaien zoals Nemaat en Caliente. Die zijn aaltjes reducerend. En in het voorjaar bij het poten gebruiken we Vidate in de rij. En omdat wij met vroege aardappelen zitten en Vidate gebruiken, hebben we toch 75% van het groeiseizoen het voordeel van de Vidate. Bij de behandelde aardappelen met Vidate zien wij vooral met het rode aan de stortbak dat we mooiere aardappelen hebben, minder aardappeltarra, dus ook meer verkoopbare kilo's. En ik denk procentueel ook meer kilo's.